Hallo iedereen. Ik wil het in deze video met jullie eens hebben over hoe dat mijn haar zo raar recht staat. Nee. Ik wil het eigenlijk met jullie hebben over de wet van aantrekking. Want uiteindelijk hebben we heel vaak het gevoel dat die wet van aantrekking niet werkt of dat die manifestaties niet werken. Of dat er nog een blokkade moet zijn, of dat we het niet goed doen, of dat we er nog iets is aan moeten leren, of dat er nog iets is aan we moeten healen, of we moeten nog eerst dit en dat, vooraleer dat we dat en dat en dat kunnen hebben, of voelen, of zijn, of dat we bij die partner kunnen zijn, of wat dat ook maar is dat je wilt. Nu, doorheen de vele jaren van oefenen en vallen en opstaan, heb ik geleerd en ervaren dat het meestal niet zo is dat er nog een blokkade zit. Behalve dan het feit dat je denkt dat er nog een blokkade is. Waar dat belangrijk is, dat we wanneer je iets wilt gaan manifesteren, ik ben aan het denken aan een voorbeeld. De cursus manifesteren geef ik verschillende voorbeelden. En een ervan is een van de eerste manifestaties dat ik geprobeerd heb. Dat ik dacht van oké, laten we eens zien hoe dat hier werkt. Was een houten schaal. Ik heb die trouwens nog altijd, staan nog altijd bij in mijn bureau. En ik wou een houten schaal. Ik had een bepaald beeld van die houten schaal. Ik kon dat ook zien. Ik zou dat gaan manifesteren. Dus ik had gezegd, mijn universum, oké, dat is hetgeen dat ik wil. Breng mij die houten schaal, zodanig dat ik daar mijn kristallen of mijn kaarten, mijn rode kaarten of wat dan ook kan inleggen. En ik denk de week nadien stond exact die schaal in de supermarkt waar dat ik wekelijks mijn boodschappen toen deed. Natuurlijk, het probleem is, het idee dat ik toen had van ja, wanneer je manifesteert, dan komt dat gewoon zo. Maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk, dat kan natuurlijk zo zijn dat dingen gewoon zomaar gratis en voor niets komen. Maar wanneer je dingen manifesteert, zoals bijvoorbeeld deze auto, of bijvoorbeeld een koper voor een oude auto bijvoorbeeld, omdat je een nieuwe wil kopen. Dat is allemaal een onderdeel van het manifestatieproces, zodat je zelf een andere nieuwe auto of een ander model of wat dan ook kan gaan kopen. Dus het vraagt ook een wat actie. Hè? Want er zijn ook heel veel mensen die denken, ja, maar manifesteren, dat komt gewoon zo, maar je hoeft geen actie te nemen. Ook dat is verkeerd. Het vraagt dat we soms actie ondernemen. Welke actie? Dat is iedere keer anders. En dat hangt ervan af van wat hij wil gaan manifesteren. Maar het belangrijkste erin is dat je eigenlijk eerst en vooral heel duidelijk bent over wat hetgeen is dat je wil gaan manifesteren. Bijvoorbeeld, zo was een van mijn manifestaties ooit. Ik dacht, misschien was dat langer, maar in 2016 herinner ik mij dat ik nog tegen een vriendin van mij toen zei van ik zou ooit willen dat ik gewoon mijn eigen baas ben, dat als mijn kinderen ziek zijn, dat ze gewoon kunnen thuisblijven, dat ik niet constant moet toestemming vragen van mijn baas of dat ik überhaupt voor mijn kinderen mag zorgen als ze ziek zijn. Een aantal maanden terug hadden we een Skype of een online meeting of gesprek met diezelfde vriendin. En toen zeiden we van ja, eigenlijk als we gewoon terugkeken wat we toen wilden, wat we toen als visie gezet hadden, dat is hetgeen dat we nu op dit moment gaan manifesteren en aan het leven zijn. Een ander voorbeeld is het manifesteren van mijn paard. Sinds tiener wou ik altijd een eigen paard. Het liefst een zwart paard. Toen ik meer leerde over de cirkel van invloed, dat is een van de manieren op dat ze manifestatie uitleggen. En dat leg ik ook trouwens meer uit in de cursus of het programma. Of training, maar niet hoe je dat noemt, maar manifesteer met de elementen, met alle elementen, dat is de titel. Vind je terug op mijn website onder cursussen, denk ik, als ik het goed herinner. Dat staat. En daarin leg ik ook uit wat die cirkel van invloed is.
En toen, mijn grootste probleem was toen dat ik eigenlijk niet in die paardenwereld zat. Ik had nog nooit paard gereden. Ik kende ook niks van paarden eigenlijk, behalve het feit dat ik ze superleuk vond en dat ik er naartoe aangetrokken werd. Maar niet in die zin dat ik wist van daar kan je paarden kopen, daar moet je op letten, dat is belangrijk, daar hebben ze nodig van voedsel, niks. Dus wou dat eigenlijk zeggen dat ik die persoon moest worden, dus de energie moest worden, die uiteindelijk dan in de mogelijkheid zou zijn om gemakkelijker toegang te krijgen tot het kunnen kopen van een paard. Wat dat ik eigenlijk vorig jaar, begin van het jaar, vorig jaar, uiteindelijk gemanifesteerd heb. Dus dat is eigenlijk een hele lange manifestatie, als je weet dat ik nu in de 40 ben. Dus dat is meer dan, laten we bijna zeggen, bijna 30 jaar, pak 25 jaar of zoiets. Dus er zijn zoveel elementen belangrijk wanneer het gaat over manifesteren, over dingen aantrekken. En ik gebruik eigenlijk liefst van niet de wet van aantrekking, omdat die eigenlijk ook alweer al veel te veel beloederd is, bevuld is. Maar ik werk het liefste met de wet van resonantie of de wet van assumptie. Eén, omdat het belangrijk is als je iets wil gaan manifesteren en ervaren, is dat je op dezelfde frequentie zit. Ik leg het ook uit dat je in hetzelfde gebouw op dezelfde verdieping zit. En de wet van assumptie zegt van, is dat eigenlijk dat je gewoon, het gaat niet over vertrouwen, het gaat nog veel dieper. Je weet gewoon dat dat hetgeen is dat je ooit zal ervaren, dat je ooit in jouw nu zal zijn. En om daartoe te komen op de meest moeiteloze manier, is eigenlijk gewoon dat je tot een zodanige staat van zijn komt, dat je eigenlijk zoiets hebt van, het maakt niet uit of dat die persoon komt, of mijn partner wordt, of voor mij kiest of niet. Ik kies voor mezelf en ik leef mijn beste leven. Het maakt niet uit als ik ooit met die auto rijd, zou leuk zijn, maar ja, als het een ander is, dan is het ook goed. Het maakt niet uit als die 10 mensen klant bij mij worden. Als ze klant worden, des te beter, want kunnen we ook hun leven veranderen. Maar als ze daar niet voor kiezen, dan is dat ook goed. Dan steken ze er nog niet klaar voor zijn, of wat dan ook. Je moet zelfs geen reden voor bedenken. Het gaat er gewoon over dat je op dat moment op een punt komt dat je zoiets hebt van, dat is geen wat ik zou willen ervaren. Ik weet dat het komt. Het is verstuurd. Het universum is erbij bezig. En het enige wat ik moet doen is gewoon bij wijze van zitten gaan, ach, durven niet zijn, gaan achterover zitten leunen en wachten, want eigenlijk is dat niet de bedoeling. Want je doet nog ondertussen bezig anderen je leven leiden en zorgen dat je leuke dingen doet en dat je veel plezier maakt en dat je vooral die vervulling in jezelf voelt en die vrijheid in jezelf voelt. Het is vooral van die innerlijke vrijheid en die innerlijke vervulling dat de uiterlijke manifestaties tot jou zullen komen, dus dat je het zal ervaren. Het moeilijkste daarin is, en dat is hetgeen dat ik vandaag ook met Sarah over had, is dat we in een 3D-wereld leven en dat we daardoor ook constant getrokken worden, eruit getrokken worden, uit die staat van vrijheid, van innerlijke rust en dat diep weten van het komt. Dat is het grootste werk dat we te doen hebben. Is eigenlijk onszelf iedere keer terugbrengen naar die staat van zijn, van, ik weet dat het komt, ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer. Ondertussen trekt iedereen aan allerlei kanten van mij, maar ik blijf gewoon in dat vertrouwen, in dat innerlijke weten zelfs. Het is net dat ervoor zorgt dat heel veel dingen snel kunnen gaan verschuiven. Bijvoorbeeld iets heel stoms. Ik had overlaatst een account of tweedehands aangemaakt hier in België, iets waar je zo je spullen kan doorverkopen. En ik had een aantal dingen, waaronder mijn massagetafel. Ik had gezegd, alles die op mijn tweedehands komt, wordt, is onmiddellijk verkocht. En ik had mijn massagetafel erop gezet. En 5 minuten later kreeg ik een berichtje. En vandaag is die opgehaald. Dus het was inderdaad onmiddellijk verkocht. En zo moeiteloos kan het gaan. Zo is het eigenlijk bedoeld om te gaan. Maar het is, wanneer dat zo niet verloopt, is omdat we het eigenlijk hier in onze mind proberen te gaan controleren. En hoe meer dat je eigenlijk in die detachment komt en die onthechting loskomt, hoe meer dat jouw ego zoiets gaat hebben van, nee, we moeten dit doen en we moeten dat doen, want kom, niet zie wel. Kijk, dat zijn al de bewijzen en al de 3D-ringen en dat, zie, daarom moeten we nu van dit en dat en dat gaan doen. Maar dat is de valkuil van het ego. Zwat. Dat gezegd zijnde, want ik zie dat mijn dochter eraan komt. Dat gezegd zijnde, ga ik de video hier afronden. Maar wil je meer leren rond te manifesteren en wat de valkuilen en dergelijke zijn, dan is het zeker handig om
de cursus Manifesteer met Elementen in huis te halen. Ik kan je via de linkjes hieronder aan de video doen. En daarin ga je nog heel veel meer dingen leren, waaronder ook een aantal transmissies met de vlammen die je gaan helpen om doorheen die aantal stukken, vooral in het ego, doorheen te transformeren en te schuiven. Voilà, dat was het voor deze video en ik wens je vast een fantastische dag. Dag!